Minuten correct Klaasens. Op baan 1 van WBZ daarna Louise Palmans. 7 terug van langdurig weg geweest. Ex-kampioen van de Dolfijn Anouk Elzerman. Op baan 2 van WBZ 2 keer EK Roosie Mets. Op baan 6 van deze NPC. We zijn begonnen aan die 200 meter schoolslag. Wat van alles om te vertellen aan de andere Edoska terug van weg geweest. Anouk Elzerman. Ja, terug van weg geweest. Die heeft een behoorlijk ingrijpende schouderoperatie ondergaan. Maar ze heeft zich gezorgd, zegt mevrouw, dat het is na haar recommendatie gewoon weer training. Drie keer in de week. Ze heeft al diverse schoolslagtitels gehaald op de korte baan. Ze wilde gewoon bij zijn klaar. Ja, ik zat even te kijken, Jos, aan de tussentijden van Tess Schouten. Ze zon met 32,88. Dat is bijna 2 seconden sneller. Ik pakte daar een keer de tijd op maat. Dat zag er heel goed. We kijken even hier door. We zijn dus 1, 10, 22. Dat is een hoop op mijn persoonlijke call van 2, 8, 2, 10. Tweede tijd is het 2-2 en dan Kim Vos. Zo zien we de voorsprong voor Schouten. We hebben een andere lengte voor op de 1-teugen. De derde positie daar bij de banen 2 en 3. Ik denk dat daar een voorsprong is voor Kim Vos. We gaan hier naar de 1,150 meter. Dan zien we daar Schouten aan de leiding 1,48,57. Tweede tijd van Teuven, 49,58. En zo komen de dames wat dichter bij elkaar te liggen. Teuven nu op ongeveer een halve lengte afstand van de Schouten. En iedereen in Teuven, dat is ook iemand die al wat langer zwemt. Ik denk dat op een bepaald niveau is gekomen. Nu toch hier een absoluut een medaille, maar kijk je naar Schouten. Zij hebben op een machtig nu aan de leiding van een halve lengte voorsprong. En dan kijken we naar die tijd een mooi persoonlijk record in 2:27.09. Tweede tijd voor Teuvel, 2:28.94. En de derde tijd voor Vos, 2:30.78. Dat zijn van de eerste drie persoonlijke records. Zeker voor Teuvel voor de eerste keer voor 2:30. Kim Vos die na de 2:30 toegaat, gaat toch wel echt een goede tijd op deze schoolstof. We wachten even op de officiële uitslag. Dat is allemaal officieus wat wij met name tot de scheidsrechter de tijden bevestigd heeft. En dan zien we ook waarom op baan 8 helaas gedisqualificeerd. Maar de nieuwe Nederlandse kampioenen, dames en heren, een applaus voor Tess Schouten.